Hi. Zie jij iets nieuws aan Ian? We zijn eigenlijk net de piers eruit. En dan de bovenste gat en moet toch wel even... Heb ik een traantje gelaten? Nee. Maar ik heb eigenlijk echt zin om zo gewoon een zwart PlayStation controller te hebben. Het is kei klein, hè? Ja. Hallo, goedemorgen. Of ja, eigenlijk goedemiddag wanneer ik deze opneem. Het is voor jullie een even grote verrassing om mijn face te zien als dat het voor mij is. Want ik heb de laatste maanden echt... Ik weet niet meer wat make-up is. Ik ga kantje boord in mijn pyjama naar het werk. That's what lockdown will do to you. Vandaag is weer een speciale dag. Want ik ga met Ian onze vriendschap vereeuwigen. Heb je er zin in? Ja. Ian en ik gaan samen een tattoetje zetten. Ja, we zijn nu dus onderweg, met corona, dus daarom, allez, normaal gezien zou ik dat ook vloggen. Hè? Tattoetje zetten, dat is toch altijd de zat. Maar het is een tattoetje met corona, dus dat gaat nooit meer gebeuren. Deze video gaat history maken. Dus terwijl Ian hier een fameuze zotte bocht aan het maken is, gaan wij history schrijven. De drempelwaarde om code rood. Ik zal even wachten, want mannen kunnen niet multitasken. De drempelwaarde om in code rood te gaan in een land is, als ik goed voor had, 200 besmettingen per 100.000 inwoners. En wij zitten aan 870. Per 100.000? Ja. Probeer uw zus op het neer. We gaan dus in elk geval een... Facecontrole. Ja, een gamer tattoo zetten. We zijn alle twee wel wat gamers en zelfs als we geen vrienden meer zijn, dan nog hebben we BIEM gehad. Dus dat daar. En hoe gaat het met uw industrieel? Verbaasd. Doet nog pijn. Op een doel als het zo wat groot is. Schaarsteen, papier en dan? Schaarsteen, papier. Schaarsteen, papier. Nee. Muziek eerst dan? Echt zo? We have it, we are now best friends forever. Alright. Nu zijn we dus net klaar met de... Dus net klaar met onze tattoo, we zijn net naar buiten gekomen. We hebben een uitleg van letterlijk een half uur gehad. I'm cheesing, you don't see.